Die beide zalen die staan er nu ruim 25 jaar. Ze zijn destijds voor heel weinig geld gebouwd. Er was ook nauwelijks geld. En heel duidelijk met de boodschap van nou, dit is een voorziening, een noodvoorziening eigenlijk. Dus het is een wonder dat ze er na ruim 25 jaar nog altijd staan. We hebben hier bij elkaar 3000 stoelen. 2000 in de Philipszaal, 1000 in het danstheater. En een theaterdirecteur wil toch graag een uitverkocht huis. Nou, wij hier liever niet. Simpelweg omdat er gewoon niet zoveel mensen in kunnen. Het residentieorkest beschikt eigenlijk niet of nauwelijks over inspeelruimtes. Het allermooiste voorbeeld is de slagwerkruimte. Nou, dat is een soort bezemhok waar de spullen nauwelijks in kunnen. Gastgezelschappen met name, daar is ja, de kleedruimtes, de inspeel- of inzingruimtes zijn er onvoldoende. Er zijn eigenlijk niet of nauwelijks artiestenfoyers. Dus eerlijk gezegd, ik schaam me soms om gastgezelschappen met name hier te moeten ontvangen. Essentieel voor een theater is natuurlijk dat je decors en dergelijke op een goede manier naar binnen kunt brengen. Nou, dat is hier heel ingewikkeld. De toevoer van vrachtwagens gaat over een fietspad en een voetpad. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Heel veel voorstellingen kunnen we ook niet of nauwelijks plaatsen. Simpelweg omdat de theaters daar technisch en qua ruimte ook niet meer voor geschikt zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat een beetje een stevig decor, ja, dat dat er vaak niet in kan, dat gezelschappen hun decors moeten aanpassen. Nou, in de Anton Philipszaal, daar gelden weer hele andere problemen. Ik bedoel, die is, net als veel andere concertzalen, 25 jaar geleden alleen gebouwd voor symfonische muziek. Maar inmiddels, zelfs in het concertgebouw, heb je popconcerten. En wij willen hier natuurlijk ook popconcerten. Er is niet voldoende stroom, dus je moet de stroom halen uit het andere theater. Of soms wel zelfs met tijdelijke stroomvoorzieningen. Nou, dat zijn allemaal dingen die kunnen eigenlijk echt niet meer. Nee, het is een gebouw wat gewoon niet meer past bij de eisen van de tijd. In een stad als Den Haag verdient een goede concertzaal die je op een multifunctionele manier kan gebruiken. Verdient een goed danstheater waar behalve dans ook opera en musical en amusement getoond kan worden. En dat is hier, ja, we maken er het beste van, maar eigenlijk is dat hier niet lang meer mogelijk.